de brug. Hij kon het verkeer niet aan. Werd dus gesloopt. De huisjes bleven staan. Daar, aan de kant van Barendrecht, waaraan hij zo was gehecht, werd het zelfs rustiek en kwam er weer publiek om uit te kijken naar de bootjes van de rijken. Maar de huisjes waren aan het verweren. Men ging restaureren. Dus ging men aan het werk met het oude metselwerk. Mooi knipwerk, hè? Ja, toch? Ja. Hebben jullie dat vaker gedaan? Ja, een jaartje of 20. Ja, ja. Het ziet er ook ouderwets goed uit. Zo hebben ze het ons geleerd, dus. Proberen we dat maar. Mm-hmm. Er bleef zo heel wat te vertellen door de oude varensgezellen. Van kogelgaten die verdwenen en plotseling ook weer verschenen. Ze staan nog steeds te staren om wat voorbij komt varen. Want de schepen varen voort met aan de overkant Heinenoord.